We staan nu in Neerpelt met Miranda Boonscha voor de camera. Ze heeft net een Nederlands record gelopen op de Stiepel. Maar allereerst gefeliciteerd. En ja, de tweede vraag is natuurlijk, hoe ging die wedstrijd vandaag? Ja, goed. Ik had natuurlijk een PR, dus dan moet ik altijd wel tevreden zijn. En ik had wel een beetje gehoopt iets harder te lopen. Maar voor mijn eerste wedstrijd dit seizoen is het eigenlijk wel heel erg goed. Het is er even wennen om in zo'n hele druk veld te lopen. Het was een beetje chaos in het begin. We liepen met 18 meiden volgens mij. Iedereen wilde hard lopen. Dus bij de eerste balk, de eerste waterbalk ook, zat het nog een beetje dringen en zoeken naar je plekje. Maar ja, het ging eigenlijk hartstikke goed. En de eerste kilometer was voor mij misschien net iets te hard. Dat het op het einde net iets opgebroken heeft. Maar over het algemeen ben ik heel erg tevreden met de wedstrijd. Ja. En je waterbalken, daar ga je toch anders overheen dan andere jaren? Vertel daar eens wat over. Ja, mijn waterbalken gingen vandaag niet zo goed. Maar gewoon de balken zelf, die zijn echt heel erg veel verbeterd. Andere jaren, dan had ik altijd een dribbeltje eroverheen. En dat kostte gewoon heel veel tijd. Dan moest ik echt weer aanzetten naar de groep toe. Afgelopen jaar heb ik echt heel hard op mijn techniek gewerkt. In de hoordeboek van Betty Hofmeijer. Tenminste, ik had eigenlijk gewoon privé-training van haar. Elke vrijdag ben ik daar eigenlijk gewoon afgeknepen. En ze heeft mij gewoon echt geleerd dat ik de balken moet aanvallen. Gewoon doorlopen. En dat is nu gewoon echt goed gelukt. En ik denk dat ik daar heel veel profijt van heb. Het gaat gewoon makkelijker. Het kost me minder energie. En alleen de waterbakken zelf gingen niet zo heel goed vandaag. Ik heb nog niet heel veel kunnen trainen. Deels omdat de baan in Nijmegen er nog uit ligt. Dus het is niet makkelijk om even tussendoor op de baan te trainen. Ik ben ook in een stage geweest in Zwitserland. Daar hadden we geen balken en dus ook geen waterbak. Dus daar zit nog wel verbetering in. Maar ja, voor de rest, de balken zelf gingen echt heel goed. En je bent nu ongeveer een uurtje na de wedstrijd. Hoe gaat het herstel? Ja, goed. Ja, mijn vorige Nederlands record was met de EK in 2006 in Zweden. Toen had ik 9:45,87, nu 9:42,87 ook weer. En toen was ik echt super dood na de wedstrijd, ik kon echt niks meer zeggen. En ik heb nu echt het gevoel van dat er echt nog wel meer in zit. Ik heb niet op reserve gelopen, ik bedoel, ik heb echt wel maximaal geprobeerd te lopen. Maar ja, het gaat echt wel, ik voel mij wel weer fit. Nou, heel veel succes met de limietpoging en misschien goed zo, tot Peking. Ja, dankjewel. Goed zo,